Hey, ik had nog wat opgemaakte producten liggen, maar ik heb ook nieuw haar zoals je ziet. Dus ik dacht, combineren die hap. Kan je de opgemaakte producten zien en meteen mijn nieuwe kapsel bewonderen. Ik heb aardig wat opgemaakt, dus hier komen ze. Wat algemeen opgemaakte dingen die bijna iedereen wel opmaakt, denk ik, is natuurlijk helemaal met dit weer de deo. Oogmake-up remover. Van de Kruidvat deze keer. Super spul. Cleansing doekjes. Ook van de Kruidvat. Wattenschijfjes uiteraard. Nog wat dingetjes voor onder de douche die ik opgemaakt heb. Ik had al een hele tijd geleden deze Kiehl's douchegel gekregen. Die zat in de glossy box volgens mij. Glossy box. How you wanna call it. Ik heb er heel zuinig mee gedaan, want ik vond hem heerlijk. Het is de geur. Even kijken, waar staat het? Orange flower en lychee. Lychee, hoe zeg je het? Daar heb ik dus heel zuinig mee gedaan, want ik vond het heel lekker. Deze douche vind ik ook fijn. Altijd lekker met lavendel, hou ik van. En deze heb ik. Ja, die heeft er heel lang gestaan. Het is een tijd geleden dat ik de review schreef. Maar ik vond hem niks. Want het is gewoon een douchegel en. Ja, hij ruikt wel lekker fris, maar. Nou ja. Dat is het. Dan nog wat producten voor het lichaam wat ik opgemaakt heb. Deze was zo lekker. Van Ahava, de Mineral Body Lotion Dead Sea Water. Zo lekker, echt waar. Ik vind het gewoon jammer dat die op is. Ik moet nog steeds een full size bestellen. Body Butter in. Ja, wat was het ook weer? Grapefruit. Body Butter in Grapefruit. Vond ik ook heerlijk. Echt helemaal leeggeschraapt. En laatste lichaamsproduct was de. Beautifying oil van The Body Shop. Die kocht ik in het. Volgens mij in de winter. Vond ik lekker. Over naar de producten voor het gezicht die ik opmaakte. Dit ziet er een beetje vies uit, dus ik hou mijn vinger even voor de dop. De Pomegranate Cleansing Scrub van Corres. Ik maakte twee nachtcremes op. Van Clarins en van Mario Badescu. Dit is de Extra Firming Night. En dit is de Seaweed Night. Cream. Dan nog een serum wat ik op heb gemaakt. De Smooth 365 van Good Skin Labs. Van het merk First Aid Beauty maakte ik een dagcreme op met SPF 30. Ja, ik vind de verpakking er heel cool uitzien. En hij ruikt een beetje, ja, vintage. Niet echt wierook, maar ook. Ik weet het niet. Hij ruikt gewoon naar een vintage winkel. En dan niet naar vieze kleding of mottenballen, maar heeft gewoon een soort van jaren 50 geur. En zo ziet hij er ook een beetje uit. Leuk dat je keek. Tot de volgende keer.